aanwezig bij een christelijke woongemeenschap Overhoop. En elke vrijdag organiseren ze een lunch voor de wijkbewoners. Dit is Kringloop Overhoop. Dat is een onderdeel van een woongemeenschap hier in dit gebouw. Ze hebben eigenlijk met dat ze dit gebouw hebben verbouwd ook een ruimte gemaakt voor de kringloop. En het is eigenlijk een beetje van de buurt voor de buurt, als we dat zeggen. En we zijn een plek waarbij eigenlijk mensen alle spullen kunnen inleveren. Kleine spulletjes die we eigenlijk ook voor kleine prijsjes verkopen. En we willen graag daarin mensen die ook een klein budget hebben, dat ze niet komen. Daarnaast zijn we ook echt een plek voor een stukje ontmoeting. We hebben een koffietafel waar mensen gewoon even een kopje koffie kunnen komen drinken. Gewoon even een luisterend oor. En inmiddels weten mensen ons ook wel te vinden. Dat is ook erg leuk. En we proberen daar langzamerhand wat meer bekendheid aan te geven. In de buurt, in Utrecht. Zo worden we eigenlijk steeds meer een bekender plek hier in Overvecht. Je mag kiezen, hoor. Deze ligt ook wel iets. Nee, zet in de variaties op. Ja, weet ik. Shima, je hebt deze lunch georganiseerd. Waarom? Ik heb gekozen de vrijdag. Eind of de dag van week. Omdat mensen met een hele hurry en hele moeilijke dingen of de drukke dingen door de week zijn bijna voorbereiden voor de weekend. En zijn kwam in een lodge samen ontmoeten en eigenlijk een relatie opbouwen. Omdat volgens mij relatie heel belangrijk. Dan woon je hier zelf ook. Hoe ben je terechtgekomen? Ik woon in Jerry Overbop. Vanaf 9 jaar geleden. Maar ik heb onder het dak geweest in Overbop. Voor mij de kamer geven. En daarna langzaam ik ben gegroeid. In deze huis. Met mijn geloof eigenlijk. Dan ik ben ook de kwam uit Iran. Iraanse vrouw. En ik ken de cultuur van Iran en Midden-East. En ik ben ook in Wolgroep gegroeid mijn leven. Ik ken nu de Nederlandse cultuur. Ja. Je hebt het over een missie. En wat is die missie? Eigenlijk ik heb de missie krijgen. Hier in deze wijk. Mensen. Eigenlijk een brug maken tussen buitenlanden en Nederlanden. Er zijn wel 3 momenten in de week open. Dat is op woensdagmiddag, op vrijdagmiddag en de hele zaterdag. En daarnaast doen we dan meestal op een ander moment in de week nog even sorteren. Zodat er elke week ook weer genoeg doorgewisseld is. Mooie nieuwe spulletjes in de winkel staan. Dus ook voor mensen die vaker komen, dat er steeds weer wat nieuws is.